Hallo allemaal en welkom terug bij de Belgium Games. En vandaag ben ik hier met een nieuwe Minecraft Snapshot video. Vandaag ben ik hier met Minecraft Snapshot 21W 06A. En in deze snapshot, deze bevat gigantisch veel. Of ja, eigenlijk bevat deze niet zo heel veel, maar deze bevat namelijk de, ja, de grote. Caves and Cliffs Update. De update met de alle nieuwe cave systeem, zodat je veel grotere grootte hebt. En dat ga ik jullie vandaag allemaal gaan laten zien, wat er allemaal nieuw is bijgekomen. Maar eerst, voordat ik aan de nieuwe aanpassingen ga komen, ga ik het eventjes hebben over de vorige snapshot. Want ik was er iets mee vergeten. En dat heeft iets te maken met deze mossige blok. Deze mossige blok kan je bijvoorbeeld ergens tegenkomen en deze kun je eigenlijk met bouwmeel laten groeien. Je kan het mos laten groeien. En als je dat doet, dan ga je gras krijgen, het mos-tapijt wat erop zit. Maar ook die boompjes kun je krijgen. En je kan het dus steeds verder laten groeien door met dit te laten groeien. Je kan niet op het tapijt klikken. En dan kan je dus ook al die boompjes zien krijgen zoals je hier hebt. Maar het gaat wel niet gaan werken bij gewoon gras. Daar gaat hij alleen maar de boompjes gaan groeien en het mos zich tapijt. Dus, ja, dat was ik dus eigenlijk vergeten te zeggen in de vorige snapshot video. Dus voilà, dat heb ik nu wel gezegd. Maar laten we dat even aan de kant gaan want nu gaan we gaan beginnen met de allergrootste update in deze snapshot, de caves update. Maar dat aan de kant ga ik het nu gaan hebben over dus de caves update. En de eerste update eigenlijk heeft te maken met de grootte van de game, oftewel de hoogte in de ja in de hoogte. Je kan vanaf nu veel hoger bouwen en veel dieper gaan. En dat betekent wel dat je tijdelijk geen oudere werelden kunt opstarten, want de oudere werelden werken op 265 lagen in de hoogte en diepte. Deze is een heel pakje groter geworden. Want vroeger, als dit bijvoorbeeld het basisniveau is, dan kon je 64 blokjes de grond in en 192 blokjes de luchten. Ja, het is heel specifiek, want dan kom je op die 256 lagen. Maar dat is nu aangepast, want vanaf nu kan je veel hoger en veel dieper bouwen. Hoeveel lagen zijn dat? Eigenlijk heel simpel. Er zijn 64 blokken in de lucht bijgekomen en 64 blokken naar onder. Dat betekent dat we vanaf nu onder 0 kunnen bouwen. Oftewel, onder, ja, onder 0, dus min 64 blokken kunnen we vanaf nu gaan bouwen. Dus dit blokje is het hoogste. We staan hier namelijk op 320. Hier zie je de i-as op 320. En als ik een keertje ga vliegen en ik ga hier proberen een blokje op te zetten, zie je: height limit for building is 320 blokken in plaats van 256 vroeger. Maar je kan dus ook veel dieper. En dat is namelijk hier. Je ziet dus dat ik hier op min 69 zit. En op min 64, dat is namelijk het blokje waar je naar kijkt. En hier op min 64 kunnen we plaatsen. Maar verder kunnen we niets plaatsen. Dit is trouwens de hele onderkant van de wereld. Dus je kan vanaf nu tot onder de 0 naar tot min 64 gaan. Dat betekent dus dat we vanaf nu 384 lagen of blokken kunnen gaan bouwen in de lucht, dus van onder tonnen met boven. En ik wil er ook eventjes bij zeggen dat alles onder 0 dus tot min 64, van 0 tot min 64, oos bevat. Dus koper en dan ook natuurlijk goud enzovoort en diamond. Dat klopt nog niet helemaal in deze snapshot. Dat wordt nog aangepast. Dat hoort er oftewel niet, oftewel wel. Dus dat weet ik niet heel juist, maar dat wordt nog aangepast. Het hele grote systeem is dus volledig vernieuwd en Geïmplementeerd in deze snapshot. En dat kan je eigenlijk al direct zien. Hier hebben we een gigantisch grotnetwerk. Het is echt heel groot. Dit stuk staat ook onder water. Komt we komen straks bij waarom dit is. Maar je ziet dus dat we hier een gigantische grot met pilaren hebben. Ik heb trouwens ook eventjes Night Vision op. Want dan kunnen we veel meer zien. Met, zonder Night Vision kun je bijna heel weinig zien. Maar dit is fantastisch mooi. Dit staat nu onder water. Maar je hebt het ook zonder dat het onder water staat. Echt van die gigantische plekken echt heel leuk gedaan. Nu, wat je ook kunt vinden zijn natuurlijk, ja, natuurlijk de oude mijnschachten. Die zijn er ook nog. Dat is trouwens ook nog wat aangepast. komen er zelfs ook nog bij. Die ga je trouwens, trouwens ook nog altijd vinden. Dat wou ik zeggen. Dus deze ga je nog altijd kunnen vinden. Net dezelfde als de oude generatie. Die bestaat ook nog. Nu, het nieuwe keifsysteem. Heeft wel iets nieuws binnengebracht. Buiten deze hele grote, ja, bepaalde specifieke grotten en dan ook deze hele slingers, hebben deze ook een nieuwe naam. En dat komt omdat er een nieuwe generator wordt gebruikt. En dat noemen, dat noemen ze noise caves. Oftewel geluidachtige caves. Nu, de caves zelf gaan geen geluiden gaan genereren. Het is eigenlijk een wiskundige term of een wiskundige formule dat noise en nog iets noemt. Dat gebruiken ze namelijk in de game om dit allemaal te kunnen genereren. Nu, deze grotten heb je eigenlijk twee soorten types van. En dat is eigenlijk, de eerste zijn spaghetti en de andere is cheese. Dus de spaghetti, dat zijn eigenlijk al de wormen die je hier kunt zien. Hier zijn er niet zo heel veel. Maar daarachter zie je bijvoorbeeld allemaal wormen en weet ik van nog wat. Ze lijken een beetje op, op de oudere, maar ze zijn een beetje heel veranderd. En je hebt ook natuurlijk de kaasgrotten. En de cheese, cheese caves, dat zijn deze. Dat zijn echt gigantische caves. Dat eruit moet zien als kaas met gaten. Dus ja, dat zijn dus eigenlijk de twee nieuwe soorten die je kunt vinden: Dus de cheese caves. Dus met de. Ja. Caves met gaten en de wormachtige caves, oftewel spaghetti. Eventjes terechtgekomen bij een andere, ook weer zo'n cheese cave. Een volledige, ja een hele grote eigenlijk. En je moet er goed mee gaan opletten. Want deze caves, die kunnen ook vol komen te staan met water. Zoals je hier namelijk ziet, deze staat vol met water. En ik zag daar juist nog een ander stukje... Dat was hier. Is er in één keer geen water meer. Dus zoals je kunt zien, het is hier allemaal vol met water. Het stroomt hier zelfs over naar een ander gedeelte. Dit had ik nog niet gezien zelfs. Wauw, dat is gigantisch groot. Maar er kunnen dus delen. Onder water gespoeld worden van deze grottenstelsels. Best wel chic, moet ik eerlijk zeggen. En je kan er ook vissen in vinden. Dus ja, je kan vanaf nu onder, uh, onder de grond ook vissen tegenkomen. En je kan er ook nog magma-blokken tegenkomen. Ik moest eventjes de naam zoeken. Dus dat kan je ook allemaal tegenkomen hier in deze nieuwe grotstelsels. Nu, dit is nog niet helemaal. Uh... ...goed geïmplementeerd. Waarom? Of waar, wat betekent dat? Dat betekent eigenlijk dat vanaf nu op niveau I-31 tot I-63 water komt te staan. Maar binnenkort gaat het zo bepaald worden dat het ook echt niet uitmaakt waar het is... ...en dat het gewoon random bepaald wordt waar het waterniveau is. En zoals je dus kunt zien, dit gebied staat ook weer volledig onder water. Ik vind het echt chique. Het is alsof de nether meer, meer naar hier is gehaald. Je hebt heel grote grotstas. Dit is onder de grond... Wow! Oh, en een magma blokje. Kijk eens aan. Die had ik eerst nog niet gezien. Dus huppa, een magma blokje is ook terechtgekomen. Dat was alles in grote lijnen van de caves. Maar mijn schachten, zoals ik daar straks al zei, zijn ook nog een klein beetje aangepast. En eigenlijk de grootste aanpassing is dat deze veel groter worden. Ten opzichte van de caves van vroeger. Want de caves zijn ook groter geworden. Dus deze worden ook groter. Dus dat is best wel leuk. En ook de spinnenwebben, die zullen niet meer met lege blokjes rondom hem gaan spawnen. En zoals je hier kunt zien, dit zijn de oude zwevende stukken, namelijk van deze verschillende mijnschachten, die gaan nu eigenlijk pilaren naar onder krijgen, zodat deze niet meer zweven. Dus dat is ook wel een leuke toevoeging, zodat ze met hout ondersteund worden en niet zomaar zwevende stukken zijn, hier in deze mijnschacht. En dan kom ik aan bij de aanpassingen van de, eigenlijk de vorige snapshot die ze hebben aangepast in deze snapshot. Deze dwipleafs, zoals je deze in de vorige snapshot video hebt kunnen zien, daar kon je vroeger op gaan staan en bukken en dan viel je er niet door. Nu, dat is aangepast, dus als ik nu buk, dan val ik er evenzeer nog altijd door. Net hetzelfde als met springen, dan kon je er gewoon op blijven springen en dan ging hij niet kapot. Ja, dat gaat dus namelijk wel. Wat eigenlijk ook wel te verwachten was en de community ook had gevraagd: van ja, eigenlijk, waarom kun je erop bukken en er niet doorvallen? Het is een plant. Maar je kan er redstone op gebruiken. En dan val je er niet door. Dus eigenlijk voor als je een parcours aan het maken bent, is het best wel handig. Je kan er redstone doorsturen. Het hoeft natuurlijk niet op deze manier. En dan blijft hij wel heel. Maar... Je kan er een leuk dingetje mee, gooi je daar een sneeuwbal naartoe, dan gaat hij ook al zowel met redstone of zonder redstone nog altijd naar onder vallen. En het gaat ook veel sneller gebeuren. Je gaat niet meer twee seconden, maar je gaat nu anderhalf seconde of zoiets vallen je erdoor. Oh ja, het zijn niet alleen maar sneeuwballen, het zijn eigenlijk de meeste projectielen, euh, zoals pijlen, potions, die kun je namelijk ook gaan gebruiken. En het volgende wat ook aangepast is, dat zijn de small drip leaves en dan deze roots. De hanging moods die zijn van texture aangepast vind ik eigenlijk beter dan de vorige texture en deze zijn ook aangepast. Dus de Small Drip Leaves die zijn ook van texture aangepast. Plus de oude, uh, small, of in de oude snapshot als je de Small Drip Leaves ging upgraden of uh, vergroten naar de grote dan ging je eigenlijk de blok erboven gewoon weghalen. Dus zelfs al gebruikte je bedrock, die halen die gewoon weg. En zo ben je weer volledig mee met de hele update van deze snapshot. Ik hoop dat jullie dit een hele fijne video vonden. Geef dan dat duimpje mocht te doen, raak we in één keer dat abonneerknopje aan. En vergeet zeker en vast niet dat belletje een keertje aan te raken, want dan krijg je een notificatie. wanneer dat er video's online komen. Maar mijn naam is Jens en ik zie jullie bij een volgende video. Doei! Ih, <laughs> amei! Doi! Doi! <laughs>